Ik ben Jan van der Staak. Ik heb een melkveebedrijf in IJsselstein op nat zand, waar ik blijvend grasland teel om mijn koeien te voeden. Ik heb gekozen voor stripgrazen, omdat ik dan mijn koeien elke dag een stukje vers gras geef, waardoor dat ik een betere hergroei heb en in totaal een hogere productie van het grasland kan realiseren. Ik ben actief bezig met duurzaamheid op mijn bedrijf omdat ik het belangrijk vind dat we goed omgaan met de grondstoffen die we hebben. We hebben de grond toch gekregen van onze ouders en die willen we graag weer doorgeven aan onze kinderen. Dat die in betere kwaliteit wordt doorgegeven als dat we hem gekregen hebben. En de maatschappelijke omstandigheden vandaag die vragen ook naar dat we er duurzaam mee omgaan, dat we onze grondstoffen goed benutten en dat we niets verspillen. Als sector is het belangrijk om na te denken over nieuwe maatregelen binnen het GLB, omdat we vandaag de mogelijkheid hebben om erover mee na te denken. In het verleden was het altijd zo dat de maatregelen ons opgelegd werden en daar konden we wat van vinden. Maar vandaag hebben we de kans om maatregelen mee te bedenken die op ons boerenerf toepasbaar zijn en waarvan de opbrengsten ook bij ons terechtkomen. Zonder dat het alleen maar naar adviseurs of loonwerkers gaat, dat de kosten precies uitvallen tegen de baten. Hoe mooi zou het zijn als de duurzaamheidsmaatregelen die we op ons bedrijf vandaag al nemen, vergoed zouden worden in het nieuwe GLB-beleid. En we kunnen daarvoor zorgen door met zoveel mogelijk boeren en tuiners deel te nemen aan deze GLB-pilot.